Hey, welkom bij een nieuwe video. De nacht is gevallen, de stilte vult de ruimte en je kunt de spanning bijna voelen opbouwen terwijl je alleen thuis bent. Je bladert door video's en dan kom je iets tegen dat je normaal niet in je eentje zou durven te kijken. Toch heb je besloten om op deze video te klikken. Vandaag laten we je 20 enge video's zien die je niet alleen zou moeten kijken. Ben jij nu op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. Als je nog niet geloofde dat er iets vreemds in je huis aan de hand was, zou dit je zomaar kunnen overtuigen om snel je koffers te pakken. Toen deze man zijn woonkamer binnenliep, viel zijn blik op een klein, schimmig figuur dat op de stoel zat. Met een mix van spanning en nieuwsgierigheid fixeert hij zich op het buitengewone zicht. Het figuur lijkt bijna tastbaar, een aanwezigheid die geen verklaring lijkt te hebben met een donkere vorm zoals een schaduwpersoon. Met een zachte stem waagt hij voorzichtig een groet. Hallo! Ondertussen groeit er een intens gevoel van dreiging in hem en zonder na te denken smeekt hij het wezen om daar te blijven omdat hij niet wil dat het dichterbij komt of naar hem toe kruipt. Plotseling, alsof het reageerde op zijn smeekbeden, rees de raadselachtige zwarte gestalte op uit de stoel en in een oogwenk vervloog het in het niets. De bewonershond voelde de onrust en begon te blaffen en zijn instincten detecteerden een onzichtbare aanwezigheid die aan de menselijke waarneming ontsnapte. Nummer 19. In het hart van het dichte bos begaf een man zich op een moedige verkenningstocht op zoek naar het onbekende. Terwijl hij zich een weg baande over de kronkelende paden, ontdekte hij waarom je niet in het bos zou moeten rondlopen 's nachts. In de verte doemde er namelijk een figuur op met een bleke tint die hem in de gaten leek te houden. Toen een man het figuur zag, schrok hij zich dood en begon hij weg te rennen. De vraag is echter, wat had hij hier op camera vastgelegd? Sommigen denken dat het een vampier, een zwerver of een geest was. Wat deze gebeurtenis ook erg vreemd maakt, is dat dit de laatste keer was dat de persoon een YouTube-video heeft geüpload. Wat zou er dus met hem gebeurd zijn? De videobeelden worden namelijk abrupt beëindigd en we weten niet wat er daarna gebeurde. Het is een testament van wisselende emoties, eerst een kalmte om vervolgens abrupt te worden onderbroken door een bleek figuur gehuld in een griezelige aura. Nummer 18. Tijdens het rijden op motorfietsen is het mogelijk dat individuen een passagier hebben, ook wel een bijrijder genoemd. Maar het fenomeen van een tweede passagier op een motorfiets, zoals de aanwezigheid van een spookachtige of bovennatuurlijke entiteit, deelt dit naar een geheel nieuw niveau. Geüpload naar Instagram ging deze video snel viraal met miljoenen weergaven. De videobeelden tonen een motorrijder die begint aan een avontuurlijke tocht door de drukke straten van Delhi, India. Maar wat er vervolgens gebeurt is behoorlijk griezelig. Heb je het gezien? Nee? Let nog een keer goed op. Terwijl de helmcambeelden zorgvuldig worden bekeken, doemt er een schimmig figuur op, ogenschijnlijk een extra passagier die achterop zit. De angstaanjagende twist, de rijder is volkomen alleen en zich van geen kwaad bewust. Nu rijst natuurlijk de vraag, is dit slechts een trucje van perspectief of zijn we getuigen van iets echt bovennatuurlijks? En zou deze geest iemand zijn die de bestuurder kende of is het gewoon een paranormale passagier die op de snelweg rondspookt? Wat denk jij? Nummer 17. Beer, de moedige en intuïtieve hond, begon aan een verkenning van een mysterieus verlaten huis ergens in the middle of nowhere. Terwijl hij door de kamer sliep, werden zijn zintuigen scherper, waardoor hij zich bewust werd van een aanwezigheid. Beer's instincten vertelden hem dat er inderdaad iemand was en toen hij door de kamers rende, leek hij iets te vinden wat zich onder het bed had verstopt. Springend en rondrennend dacht hij aanvankelijk dat de persoon bovenop het bed was, waardoor hij voortdurend naar boven bleef zoeken. Maar bij het bekijken van de videobeelden werd duidelijk dat Beer's echte moment van besef kwam toen hij uiteindelijk een glimp opving van het gezicht van het figuur. Geschrokken was Beer's reactie onmiddellijk, hij sprong achteruit van verrassing. Haastig rende hij naar zijn menselijke metgezellen om hem op de hoogte te brengen, maar helaas leidde hun daaropvolgende zoektocht hen op een dwaalspoor. Hoe had dit figuur zich zo stil en onopgemerkt onder het bed weten te verbergen? De aanwezigheid van deze verborgen figuur onthulde ook een precaire situatie, iemand die ofwel in een zeer kwetsbare staat verkeerde of mogelijk een groot gevaar vormde. Nummer 16. Hoe goed je jezelf ook hebt voorbereid als je op een geestenjacht gaat, wanneer je daadwerkelijk iets engs vindt, zal je eerste instinct altijd zijn om weg te rennen. Deze groep was een haven aan het verkennen toen ze op een zicht stuitten dat een verstandige persoon op de vlucht zou doen slaan voor hun leven. Wat ze zagen leek op een skelet of een SMP-monster.
Als je naar de stedelijke legendes kijkt, is dit ook niet de eerste keer dat een figuur als deze verscheen. SCP-5572 is een fenomeen in het hiernamaals waar lijken die niet begraven zijn met rib op hun grafstenen worden gereanimeerd. Deze gereanimeerde skeletten voeren een langdurige oorlog om de controle over SCP-5572 tegen demonische entiteiten. Volgens sommige mensen en reacties had de groep een SCP-monster op camera vastgelegd. Geloof jij dat ook, of is het een ander soort wezen? Nummer 15. Heb je ooit die onrustige sensatie ervaren dat je wordt bekeken? Dat onverklaarbare gevoel dat er iemand in de buurt is, maar je hem niet kan zien? In deze video werd er een onbewust huiveringwekkend moment vastgelegd van een schimmig zwart figuur die heen en weer loopt binnen de omheining van de tuin. Dit moment werd vastgelegd door de achtertuinbeveiligingscamera van het huis. Hoewel deze raadselachtige entiteit nooit naar binnen lijkt te gaan, bezorgt zijn onophoudelijke heen en weer gelopen rillingen over de rug van iedereen die het ziet. Volgens de videobeelden is deze griezelige sensatie ook geen verzinsel, maar een indicatie dat er inderdaad iets in het schaduwen schuilt. Pluisteringen van het bovennatuurlijke suggereren dat dit ongetwijfeld een demon is, een kwaadaardige kracht uit de donkere hoeken van het spirituele rijk. Hoe en waarom deze demon zijn aandacht heeft gericht op deze specifieke achtertuin blijft echter een mysterie. Nummer 14. Het Eikenbed met zijn rijke geschiedenis en ingewikkelde vakmanschap heeft nu zijn veilige toevluchtsoord gevonden in het VA Museum in Londen. Het wordt geloofd dat dit bed is gemaakt door de bekwame timmerman Jonas Vosbroek voor koning Edward VI tijdens de 15e eeuw. De prachtige marquette boompanelen die de artistieke briljantie van de Nederlandse kunstenaar Hans Vredemin de Vries laten zien, zouden zijn vervaardigd door Engelse ambachtslieden in Londen tijdens de late Elisabethaanse periode. Echter, naarmate de tijd verstreek, leidde de wens van de koning voor nieuwe bedden tot het weggooien van het eikenbed door vuilnismannen buiten het paleis. Het vond onderdak in verschillende herbergen waar het fascinerende nieuwsgierigheid werd voor de lokale bevolking om te slapen in de pracht van het oude bed van de koning. Helaas werd de aantrekkingskracht van het bed overschaduwd door een spookachtige vloek die in de 19e eeuw opkwam. Nadat het van de White Hart Inn naar een andere herberg genaamd de Sarah Kins Head was verplaatst, werd het bed geassocieerd met vreemde gebeurtenissen. Er wordt gezegd dat de verschijning van de geest van Vosbroek steeds meer geïrriteerd raakte door gewone mensen die durfden rusten op het bed, wat leidde tot talloze mensen die hun vroegtijdig einde vonden in hun slaap. Terwijl de geschiedenis van het bed en zijn vermeende spookachtige voortbestaan nog steeds onderwerp van discussie zijn, bereikte zijn beruchtheid zo'n hoogte dat het vermeldingen verdiende in werken van Shakespeare. Nummer 13. Nightwatch Exploration is een klein YouTube-kanaal die verlaten gebouwen verkent wereldwijd en ondervindt vaak huiveringwekkende ervaringen tijdens hun onderzoeken. In een video gepubliceerd op hun kanaal in juli 2021 gaat de groep naar een niet nader genoemde locatie, een verlaten militaire hangar. Ze maken duidelijk dat ze geen voorafgaande kennis hadden van enige geesten die met deze site waren geassocieerd. Echter, wanneer ze naar binnen gaan, ontdekken ze al snel de huiveringwekkende waarheid. Binnenin de militaire hangar wordt het ongemak van de bemanning al snel voelbaar en het is gemakkelijk te begrijpen waarom. De sfeer is verstikkend stil en de duisternis omhult alles, waardoor de bemanning gedwongen wordt om op hun zaklampen te vertrouwen voor navigatie. Maar voor degene die de video nauwlettend bestuderen, ontvouwt zich een eigenaardig gezicht. Een mysterieuze figuur begint de bewegingen van de bemanning te volgen. Wat zou dit kunnen zijn? Nummer 12. In september 2023 ging een vrouw haar trailcamera in het bos controleren, want ze had opgemerkt dat er een reeks voetafdrukken waren, duidelijk verschillend van die van haarzelf. Dit is wat de videobeelden hebben vastgelegd. Luister maar. You'll never catch me. Volgens de stem zal je ze nooit te pakken krijgen. Nu zijn er twee scenario's mogelijk. Het zou een geest of een demon kunnen zijn die de vrouw bespot. Of het zou een ander persoon kunnen zijn die haar stalkt, wat even angstaanjagend is omdat ze helemaal alleen in het bos is. Anderen hebben gezegd dat dit een EVP is, wat staat voor elektronisch stemfenomeen. Dus dit zou ook een geest uit het verleden kunnen zijn. In dat geval zou het haar geen kwaad doen. Welke van deze theorieën is het meest waarschijnlijk wat er gebeurde? Bossen zijn een van de engste plaatsen en gemakkelijke jachtgronden voor zowel een geest als een persoon die je kwaad wil doen.
Sommigen adviseerden de vrouw om een bewegingsdetectiesensor te plaatsen om te zien of het een echt persoon was, maar helaas weten we niet wat er sindsdien is gebeurd. Nummer 11. Wanneer je lang genoeg in een huis woont waar het spookt, begin je eraan te wennen. Maar voor de gemiddelde kijker is het echter een van de engste dingen ooit. Deze vrouw ging sinaasappelsap halen en dat is het moment wanneer de dingen bergafwaarts begonnen te gaan. Maar blijkbaar is dit een gemiddelde dag voor deze persoon. Zodra ze het sap neerzet, vliegt er een waterflesje onverklaarbaar van het aanrecht. Zoals ieder persoon zou doen, schrikt ze zich dood. Nieuwsgierigheid vermengd met angst benadert ze voorzichtig het gevallen flesje, alleen om te zien hoe de deur openwaait met een onbekende bovennatuurlijke kracht. Een rilling loopt ook over haar rug als ze het onbekende tegemoet gaat, gedwongen om de bron van dit griezelige fenomeen te onderzoeken. Ondanks de verontrustende ontmoeting gaat ze door naar de aangrenzende woonkamer waar een paar luie stoelen heen en weer wiegen met een verontrustend ritme. Terwijl ze zich terugtrekt naar haar kamer blijft er echter een zweem van twijfel hangen van wat was dit? Nummer 10. Bereid je voor om slaap te verliezen over videobeelden van een aswang in een lege kamer die heen en weer beweegt en daarmee iedereen de stuipen op het lijf jaagt. Maar wat is een aswang voor het geval je niet bekend bent met de angstaanjagende legende? In de wereld van de Filipijnse folklore verschijnt de aswang als een ijzingwekkende en vormveranderende entiteit die de eigenschappen belichaamt van vampiers, ghouls en heksen. De angstaanjagende reputatie van aswang gaat eeuwen terug waarbij Spaanse kolonisten opmerkten dat het de meest gevreesde was onder de mythische wezens van de Filipijnen. Zijn uiterlijk en kenmerken variëren in verschillende regio's, waardoor het een wezen is van diverse beschrijvingen en interpretaties. Sommigen geloven dat oogcontact maken met een aswang zijn aanwezigheid kan onthullen, omdat de reflectie van iemand ondersteboven kan lijken. Anderen beweren dat een speciale olie die kookt in aanwezigheid van een aswang kan dienen als detectiemethode. Een reden voor de angst die gepaard gaat met de aswangs is hun vermeende vermogen om hun bovennatuurlijke kracht over te dragen aan anderen. Er wordt namelijk geloofd dat als een aswang zijn mond te dicht bij die van iemand anders plaatst, die persoon uiteindelijk één van hen zal worden. Als we deze videobeelden moeten geloven, had iemand namelijk een echte aswang op camera weten vast te leggen. Maar wat er daarna gebeurt is helaas niet duidelijk. Laten we hopen dat de persoon achter de camera in orde is. Nummer 9. Deze man kreeg coördinaten toegestuurd om een huis te onderzoeken en de afzender beweerde dat de ouderen ooit het pand bewoonden. Hij deelde verhalen over verontrustende gebeurtenissen, vooral gericht op de kelder van het huis. De vorige bewoners hadden naar verluid een barrage van onverklaarbare geluiden, losgekoppelde conversaties en deuren die logica tarten door uit zichzelf te openen hebben doorstaan. Met een zaklamp in de hand begint de man aan zijn verkenning van de leegstaande woning, camera's in de kamers plaatsend om eventuele potentiële paranormale activiteit vast te leggen. Op dit punt neemt de atmosfeer een ijzingwekkende wending. Een stuk glas glijdt onverklaarbaar van het aanrecht af, met een daverende klap op de vloer vallend. De kamer begint te trillen en te beven, terwijl objecten door een onzichtbare kracht worden rondgeslingerd. Vreemd genoeg lijkt de verstoring beperkt door deze specifieke ruimte, aangezien de rest van het huis ongestoord blijft, waardoor de mogelijkheid van een aardbeving wordt uitgesloten. Ondanks de toenemende ongemakken besluit de man een apparaat te gebruiken in de hoop contact te maken met eventuele rondzwervende geesten binnen het huis. Tot zijn verontrustende verrassing ontvangt hij een bericht waarin hij wordt aangespoord om de geheimen te onthullen die in de kelder liggen. Wanneer hij dat doet, doordringt een huiveringwekkende schreeuw de lucht. Luister maar. Wetende welk gevaar dit dreigt, trekt hij wijselijk terug uit de kelder, onwillig om de bron van het angstaanjagende geluid te ontdekken. Maar hij wordt opnieuw naar de valdeur getrokken en de schreeuw klinkt opnieuw, waardoor hij deze keer uit angst het huis verlaat. Nummer 8. In deze surrealistische video beweegt een griezelige geit zich voort, waarbij zijn achterpoten zijn gewicht dragen, terwijl zijn voorpoten als slappe aanhangsels aan zijn zij hangen. Zijn bewegingen verraden een verwarrend gevoel van verlies, alsof zijn ziel was weggevoerd. Sommigen geloven dat de geit wordt gecontroleerd door een bovennatuurlijke kracht. Anderen speculeren dat deze geit mogelijk gespecialiseerde training heeft ondergaan, vergelijkbaar met de methoden die worden toegepast in het circus. Het doel van deze dergelijke training, zo stellen zij voor, is om een kudde kippen te begeleiden en te leiden, vergelijkbaar met hoe circusdieren onder leiding van hun trainers sierlijk kunnen optreden. Maar geiten zijn niet zomaar dieren.
De associatie tussen geiten en de duivel heeft diepe wortels in mythologie, folklore en religieuze symboliek. In verschillende culturen en geloofssystemen zijn geiten gekoppeld aan satanische beeldspraak en representaties. In de folklore en sprookjes zijn er ook verhalen die geiten afbeelden als wezens die door de duivel zelf zijn geschapen. Nummer 7. In de stille eenzaamheid van een slaapkamer ontvouwt zich wat lijkt op een filmscène waarin poltergeistactiviteit wordt vastgelegd terwijl een vrouw vredig probeert te slapen. Alles wordt vastgelegd met een beveiligingscamera die in de slaapkamer hangt. Naarmate de nacht vordert, raakt de deur van de kamer open met een griezelige stilte en een schommelstoel begint heen en weer te wiegen alsof het door een onzichtbare handen worden bewogen. Maar dan begint het onverklaarbare. Voorwerpen die op de planken staan bezwijken plotseling voor een chaotische kracht veroorzaakt door een poltergeist die de boeken met geweld uit de positie slingert. De kamer wordt een strijdtoneel van het bovennatuurlijke terwijl de macht van de poltergeist toeneemt. Zelfs het schilderij dat eens boven het bed hing wordt van zijn plek losgemaakt. Zo abrupt als het kwam bereikte de razernij van de poltergeist zijn hoogtepunt en trok zich terug uit de kamer. De vrouw bleef echter slapen, maar als je huis daadwerkelijk spookt, denk je dan dat je ook zo diep zou kunnen slapen? Nummer 6. Een beveiligingsambtenaar moest 2 keer kijken toen hij dit op zijn scherm zag, namelijk een soort vreemd figuur dat voor het pand bewoog. Maar wat is het? Het is geen gewone geest of demon. Het lijkt namelijk bijna alsof het heen en weer hopt. Volgens sommige mensen is dit de Pokon, een geest dat deel uitmaakt van de Indonesische en Maleisische mythologie. Het is een van de beruchtste geesten in deze culturen en er wordt gezegd dat de ziel te zijn van een overleden persoon die gedoemd is om op aarde rond te dwalen vanwege onvoltooid aards werk. De Pokon wordt meestal afgebeeld als een menselijk figuur gewikkeld in een doodskleed met kleine doeken die het kleed aan het lichaam binden bij de nek, armen en benen. Hij staat ook bekend om zijn kenmerkende huppelende beweging, net zoals we op deze beveiligingscamera kunnen zien. Er wordt ook geloofd dat het in staat is om afstanden te overbruggen, variërend van 40 tot 100 meter, en het is ook bekend dat het over de grond rolt. In de Indonesische en Maleise folklore wordt de Pokon vaak geassocieerd met dorpen, en er wordt gedacht dat hij 's nachts ronddwaalt, op en neer springend alsof hij iets of iemand zoekt. Nummer 5. Wat gebeurt er nadat een winkel zoals deze sluit? Deze winkel stond al bekend als een mogelijk spookachtig, maar toen de eigenaar besloot een CCTV-camera te installeren om de ruimte te bewaken, schrokken ze zich dood. Tijdens de stilteuren van sluitingstijd legde de camera een reeks van rustende gebeurtenissen vast, waaronder kantoorstoelen die op mysterieuze wijze begonnen te bewegen en items die van de plank vielen. Alles werd vastgelegd vanuit verschillende hoeken door meerdere camera's. Het was alsof een onzichtbare aanwezigheid speelde met de spullen van de winkel, maar de vreemdheid hield daar niet bij op. Naarmate de nacht vorderde, kwam er een etalagepop die in een glazen kist was ingesloten plotseling tot leven. Haar levenloze ogen leken te glinsteren van een griezelige energie. Veel kijkers omarmen nu het angstaanjagende idee dat deze winkel inderdaad spookachtig is, zoals de geruchten al lang suggereerden. Nummer 4. Een Russische man was het zat om achtervolgd te worden door een vreemd figuur of wezen en besloot te filmen wat er daarna gebeurt. Volgens het verhaal hadden ze geluiden gehoord en was het daarna een tijdje stil geweest voordat hij terugkeerde naar de kelder. En wanneer hij daadwerkelijk terugkeert, filmt hij het wezen die begint de kelder te verkennen op zoek naar rommel. Op het hoogtepunt van de video komt hij een wezen tegen dat zich verstopt achter een afgelegen sectie. De persoon die deze video heeft gefilmd noemt het ook niet zomaar een wezen, maar een chappies. Een chappies zijn 30 centimeter grote mensachtige wezens of kobolden die verblijven in verlaten huizen, schuren, bossen en hoog gras. Hoewel ze het meest voorkomen in dun bevolkte dorpen, kunnen ze ook worden aangetroffen in de buurt van grote steden. De aanwezigheid van een chappies in een huis zoals in deze video kan worden opgemerkt aan de hand van verschillende tekenen. Denk bijvoorbeeld aan een subtiele klop op het dak, vreemd geritsel, slijpende geluiden en andere ongebruikelijke auditieve fenomenen. Hun piepen lijkt op de griezelige echo's van vleermuizen en hun ogen manifesteren zich als knipperende lichten in het donker. Hoewel deze chappies-wezens niet inherent agressief zijn, hebben ze het vermogen om angstaanjagende kreet uit te stoten in een bovennatuurlijke stem. Nummer 3. Dit TikTok-verhaal ontvouwt zich over meerdere video's met de eigenaar van het account, Nick Simino86.
In een uitgebreide introductie deelt hij met zijn kijkers de ontdekking van een geheime deur in het huis van zijn ouders. Aanvankelijk leek het op een gewone zolderdeur, maar het onthulde een verrassende vondst. Hij vond namelijk een tas gevuld met oude ziekenhuisdocumenten, papieren en bonnetjes die teruggaan tot de jaren 60 en 80. Deze bonnetjes zijn voorschriften voor een reeks geestesziekten. De naam Kings Park Cedric Hospital staat erop geschreven. En door verder onderzoek te doen naar de patiëntenlabels die in de tas zijn gevonden, onthult Nick dat de achtervolging in zijn huis geïntensiveerd. Zijn moeder begint mensen in de gangen te zien terwijl zijn zus vreemde gebeurtenissen ervaart. Objecten vallen onverklaarbaar van de planken en verbazingwekkend genoeg lijkt de bovennatuurlijke activiteit Nick zelfs te volgen naar zijn werkplek. In een bijzonder moment slaagt Nick erin een mysterieuze, schaduwachtige figuur in een van de deuropeningen vast te leggen, hoewel hij erop staat dat hij de verschijning niet opmerkte tijdens het filmen. Nummer 2. In een rustige buitenwijk vonden een groep kinderen zichzelf verwikkeld in een mysterie, toen ze merkten dat er buiten hun huis vreemde gebeurtenissen plaatsvonden. Dit moment zou hun moed en band als nooit tevoren testen. Het begon allemaal onschuldig genoeg toen ze plotseling vreemde geluiden en griezelige schaduwen zagen bewegen buiten in het donker. Nieuwsgierigheid kreeg de overhand en gewapend met smartphones besloten ze deze bizarre incidenten op camera vast te leggen. Dicht bij elkaar gedrongen richtten ze hun camera's naar de verduisterende afgrond buiten hun ramen waar ze een figuur zagen loeren in de diepte van de struiken. Een rilling liep over hun ruggengraat toen ze zich realiseerden dat ze iets waren tegengekomen dat hun wildste nachtmerrie overtrof. Iedereen rende snel weg, maar een van hen besloot een knuppel te halen om zichzelf te verdedigen. Maar toen hij terugkwam, was het wezen spoorloos verdwenen. Nummer 1. Een vermeende poltergeist werd vastgelegd op een beveiligingscamera in het Jamaica Inn, een bekende spookachtige pub in Cornwall, Engeland. Lokale verslagen suggereren dat de geest in kwestie Jack is, een zeeman waarvan wordt beweerd dat hij meer dan een eeuw geleden op de nabijgelegen moorland is gestorven. In de recent opgedoken beelden wordt een glas mysterieus omvergeworpen, wat speculatie aanwakkert over de aanwezigheid van bovennatuurlijke activiteit. Katie Marriott, de pubmanager, erkent de reputatie van de Jamaica Inn voor spookachtige ontmoetingen en schrijft deze ondeugende incidenten toe aan Jack. Ze vertelt het verhaal van Jacks vermeende moord op de heide, waarbij hij wordt afgeschilderd als een tragische zeeman. Een ander stuk bewakingsbeelden onthult verdere onverklaarbare gebeurtenissen binnen de bar, waarbij een telefoon lijkt weg te springen van de haak. Zijn streken gaan echter door, gebroken glazen, omgestoten pins en over het algemeen mensen bang maken. De lokale folklore rond de geest van Jack heeft ook generaties lang stand gehouden, met verhalen over zijn omzwervingen door de herberg en omliggende heide. Ben jij wel eens iets engs tegengekomen? Laat het me weten in de reacties. Als je het een spannende video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.